Ja, het is tegenwoordig actueler dan ooit. Mentale weerbaarheid. Vooral na de coronatijd komen we erachter dat toch wel veel mensen daar soms last van hebben. Momenten hebben dat ze zich niet comfortabel voelen. Eigenlijk krijgt iedereen er wel eens mee te maken. Ik ben Kim, ik ben verslaggever en vandaag gaat de podcast over mentale weerbaarheid. Wat is mentale weerbaarheid eigenlijk en wat zou je eraan kunnen doen? We praten erover met Lex en Suzanne. Jullie zijn trainers, jullie hebben cursisten in de cursus mentale weerbaarheid. Lex, zou je jezelf eens kunnen voorstellen? Ja, mijn naam is Lex de Groot, ben 59 jaar, vader van 4 kinderen, 3 jongens en een meisje, inmiddels volwassen. Ik heb 7 kleinkinderen van 2 kinderen, dus ik hoop dat er nog meer komen. Ja, als het aan mij ligt wel. Nou, zoals je zei, docent gevaarbeheersing. Dat heeft alles te maken met trainingen wat betreft agressie en grensoverschrijdend gedrag. Mentale weerbaarheid trainingen. Verder geef ik ook sporten, lessen en instructies voor gevechtsporten, zeg maar. Waarbij positieve agressie komt kijken. Suzanne? Ja, Suzanne. Ik ben allereerst moeder van 2 prachtige kinderen. En daarnaast ben ik eigenaresse van Bureau op Eigen Kracht. Wij werken samen met een psycholoog, een voormalig hulpofficier van justitie, communicatie-expert en we zetten ook ervaringsdeskundigheid in. En wij geven weerbaarheid, agressie en gevaarsbeheersingstrainingen en advies natuurlijk ook daarom. Dat is eigenlijk een hele mond vol, hè? Het zijn heel divers wat jullie aanbieden. Het gaat nu vandaag over mentale weerbaarheid. Wat is mentale weerbaarheid? Zou je dat kunnen vangen in een begrip? Ja, mentale weerbaarheid zijn natuurlijk heel veel verschillende definities van. Wij zien het als jezelf comfortabel laten voelen in oncomfortabele situaties. Dus wat er ook om je heen gebeurt, jij zelf kan de rust vinden. En wat zijn bijvoorbeeld voorbeelden, Lex, van oncomfortabele situaties dan? Nou, dat kan van iets heel kleins zijn, zoals bijvoorbeeld, kan maar zeggen, als je als kind al op schoolpleinen uitgescholden wordt en het eigenlijk niet heel leuk vindt, maar ja, je praat dan gewoon mee omdat je niet zo goed weet hoe je uit die oncomfortabele situatie moet komen. Daar begint het al mee. En wat krijg je eigenlijk ook mee van je omgeving? Dat kan zijn thuis of dat kan zijn op school. Dus het heeft eigenlijk alles te maken met hoe jij naar jezelf kijkt en wat je voor jezelf zou kunnen doen. Want die handelingen, dat zijn natuurlijk signalen die je uitstraalt naar de buitenwereld. En die anticipeert daarop. Dus als je je laat uitschelden bijvoorbeeld, hè, als kleinkind, omdat je niet zo goed weet hoe je ermee om moet gaan. En je laat dat zo gebeuren. Dan betekent dat een vrijbriefje kan zijn voor anderen om dat ook te doen. En uiteindelijk vinden we dat heel lastig om daar voor onszelf op te komen. En verzinnen we daar een manier voor om dat maar te camoufleren. En dat kan zijn in gedrag. Ja. En wat zijn dan bijvoorbeeld tools die je krijgt aangereikt in de cursus? Hoe kun je daarmee omgaan, dit soort situaties? Ja, het begint allereerst bij het herkennen van het gedrag. Dus heel transparant naar jezelf zijn. En durf je dat? Dus herken je eigenlijk je eigen patronen wel? En weet je wel wat je doet? Want heel veel mensen, dat is een onbewust gedrag wat ze dan laten zien. En dan krijg je ook ander gedrag terug natuurlijk. Dus het allereerste is het herkennen van je eigen gedrag. En vervolgens mag dat gedrag er wel zijn. Dus mag jij wel jezelf zo voelen zoals je je voelt. Dat is een hele belangrijke stap. En daar hangen we dan allerlei acties aan en tools aan van, heb je hem helemaal helder? Daar helpen we mensen dan natuurlijk mee. En vervolgens, welke tools kunnen we jou dan aanreiken om daarmee om te gaan? En jezelf zekerder te voelen? Zeker, meer zelfvertrouwen, een hoger eigenwaarde. Je kunt makkelijker grenzen stellen. Je voelt ook aan je lijf van, dit klopt niet of dit klopt wel. Dus je kunt veel makkelijker je intuïtie inzetten en ook authentiek reageren naar iemand anders. In plaats van je eigen boosheid projecteren of je eigen onzekerheid projecteren op de situatie of het gedrag van anderen. Is het moeilijk, Lex, om dat gedrag te veranderen? Moeilijk vind ik een heel groot woord. Het is mogelijk. Het vraagt natuurlijk iets van je. Het vraagt inzet, het vraagt toewijding. Maar het vraagt ook vooral toegankelijkheid.
Durf jij die deur te openen als er eraan geklopt wordt? En net zoals Suzanne net al vertelde, het herkennen is vaak ook nog een ding. Wij zijn ons niet van bewust dat we van kleins af aan daarmee worden opgevoed. Om naar de anderen te luisteren of te doen wat de ander van ons verlangt. Een voorbeeldje is bijvoorbeeld, hou nou je mond dicht. Dat heb je wel eens vaker gehoord als kind. Mond dicht. Als jij nou je bord niet leeg eet, dan ga je nu naar bed. Als jij je kamer niet opruimt, ga je niet weg. Is dat natuurlijk een vorm van agressie. En doordat we daarmee zijn opgevoed, herkennen we het gewoon dus niet. En dus is het ons ontzettend belangrijk dat als mensen tools krijgen aangeboden, dat ze die aansluiting zien en ook vooral voelen van, oh, wacht eens even, ik heb een bepaalde taal gewoon niet geleerd. Ik heb dus eigenlijk geleerd dat wanneer de ander zich niet oké voelt, dat ik daar gehoor aan moet geven. Een voorbeeld is bijvoorbeeld een ouder of een opvoeder die zegt tegen een kind van, en nou hou je je mond dicht. En ik wil niet dat je huilt. Daarmee zegt dus de andere van, ik wil niet dat je met die emotie oefent. Ik wil ook niet dat je je uitspreekt. En doordat je dat gewend bent, weet je niet beter dat wanneer je in zo'nzelfde situatie komt, dan verval je in die oude rol. En hou je dus je mond dicht. Terwijl iemand die wel assertief of voor zichzelf durft uit te spreken, is opgevoed, die gaat er wat makkelijker af. Dus het woord moeilijk, dat is heel groot. Het heeft te maken met je eigen bagage. En iedereen kan er komen. En iedereen doet dat in zijn eigen tempo, afhankelijk van zijn eigen bagage. En net zoals ik eerder zei, het vraagt iets van je. Je moet er wel wat voor doen. Want als je iets veel doet, dan word je daar heel goed in. Dus hetzelfde geldt natuurlijk voor als jij heel vaak je mond dicht houdt en dat laat gebeuren, dan word je daar heel goed in. En dit wetende, is dat nu een keuze? Suzanne, jij bent natuurlijk al jarenlang trainer op dit gebied. Ben jij zelf ook wel eens in een oncomfortabele situatie terechtgekomen? Kun je praten vanuit jezelf? Ja, zeker. Buiten dat ik natuurlijk via mijn werk ook veel agressie heb ervaren, merkte ik bij mezelf dat me goed afgaat. Hè. Ik geef daar natuurlijk ook les in. Ik wist precies hoe ik op situaties moest reageren. Ik adviseerde daar ook anderen in. En ik merkte dat het privé wel andere knoppen bij mij raakte. En ook privé heb ik agressie ervaren. En dat merkte ik dat ik daar veel lastiger vond om daarmee om te gaan. Terwijl op werkgebied me dat heel goed afging. Situaties waar bijvoorbeeld narcistisch gedrag voor kwam. En waar ik merkte dat me dat echt van binnen raakte. En dat ik daar ook zelf die onzekere gevoelens bij had. En toen dacht ik, daar zijn nog wel wat leerpunten te behalen. Want als je het op werk zo goed kan, waarom lukt het dan privé op een andere manier? Waarom lukt me dat veel, is dat gewoon lastiger voor me? En daar heb ik echt mee leren omgaan. Daar heb ik inderdaad mezelf echt in kunnen ondersteunen. En ik voel me daar nu heel weerbaar in. En het voelt ook alsof ik met mijn intuïtie nu op situaties kan en mag reageren. En weerbaarheid is ook een proces, hè? De ene dag voel je je weerbaarder dan de andere dag. En ik weet wel, als ik me wat minder weerbaar voel, wat ik dan nodig heb en kan ik er heel goed voor mezelf zijn. Dit is natuurlijk wel een voorbeeld, ik denk dat heel veel mensen dat wel eens meemaken. Dat je bijvoorbeeld in je werk wel assertief bent en privé niet. Is dat moeilijk om die omschakeling te maken? Nou, uiteindelijk ben je één persoon. Alleen de situatie bepaalt welke knoppen je geraakt. En vaak als je op je werk heb je een andere rol. En dan kan je misschien wat meer rationeler erin staan of word je niet emotioneel zo getriggerd. En privé, wij zeggen altijd in de trainingen, als het privé lukt, dan lukt het vaak in je werk ook. Omdat je een andere rol hebt, omdat je daarin andere emoties ook voelt. Ja. Lex, we horen nu een voorbeeld van bijvoorbeeld een narcistisch gedrag. Heb je zelf ook situaties gehad waarbij je dacht van, hier voel ik me niet lekker bij? Ja, die heb ik zeer zeker gehad. Ik heb best wel een
in mijn beleving een best wel lastige jeugd gehad. Mijn ouders zijn hier komen immigreren. Ik was klein donker jochie en werd vaak geslagen, met takken uitgescholden. Het eerste woord wat ik in Nederland leerde was het woord zwarte. Oh. En ik wist nog niet wat dat betekent, dus ik weet heel goed wat oncomfortabel en wat agressie, wat dat betekent en hoe dat voelt. Ik heb best wel een troubled jeugd gehad, een lastige jeugd. Er zijn dingen gebeurd bij me die als kind niet had mogen gebeuren. Dat maakte natuurlijk dat ik een bepaalde gedrag erop nahield om mezelf daarin te beschermen. En dat had alles te maken met geweld. Toen ik 17 jaar was, heb ik mijn kind begraven. En dat was een taboe. Niemand wist het. En dat moest ook geheim blijven. Ik durfde na 33 jaar durfde ik het eindelijk eens een keer aan mensen te vertellen. En mijn ouders wisten niet zo goed hoe ze ermee om moesten gaan. En dat werd dus doodgezwegen. Dus daarna, om de pijn te verzachten, op 17-jarige leeftijd begon ik aan de harddrugs. Ik ben ontzettend verslaafd geweest. Ik heb heel wat jaren een dubbel leven moeten leiden. Ik was ook nog verslaafd geraakt. Toen had ik ook nog kinderen. Ja, daar heb ik zelfs een appartement voor gehuurd om mijn dingen te kunnen doen. Dus wat oncomfortabel betreft voelen, ik weet heel goed hoe dat voelt. En het is een hele lange weg geweest voor mij. Nu ben ik er. En ik durf echt wel te zeggen dat ik nu wel begrijp hoe het doolhof binnen in ons eruit ziet. En hoe je daaruit moet komen. Want ik heb daar natuurlijk tientallen jaren gelopen. En om een dubbel leven te leiden, dat voelt gewoon heel erg oncomfortabel. Ja, en zo nog andere dingen in mijn privé. Wat mij heeft gevormd en waar ik nu uiteindelijk eruit ben geraakt. En nu kan zeggen dat weerbaar zijn, ja, ik ben heel erg weerbaar. Je hebt wel ongelooflijk veel meegemaakt, dat eigenlijk niet in een minuut te vatten valt. Nee, klopt. Maar maakt het jezelf ook trots op jezelf, dit gevoel? Ja, ook dat heeft een tijd geduurd, ondanks dat ik al weerbaar was. Ik heb nooit zo geleerd om voor mezelf te zorgen, wel voor mijn broertjes en voor anderen, maar niet voor mezelf. En dus aandacht aan mezelf geven daarin. Hè, kijken naar mezelf wel op een trotse manier. Die taal sprak ik niet. Dat heb ik mezelf ook aangeleerd. En nu terugkijken, dan kan ik zeggen, ja, ik ben ontzettend trots op mezelf. Niet alleen hoe ik, zal maar zeggen, mezelf daarin eruit heb geholpen, maar inmiddels met alle tools en alle ervaringen en alle studies die ik heb gedaan, dat ik daar nu andere mensen mee kan helpen. Mm. En die dan niet zo diep hoeven te gaan zoals ik dat heb gedaan. Want ik herken dingen gewoon. Snap je? Ik heb daar natuurlijk zo lang in dat doolhof van twijfel, van angst en verdriet en leed gelopen, dat ik nu echt wel kan zeggen dat als ik iemand spreek, hè, want ik coach ook heel veel mensen, dat ik meteen herken waar ze zitten in dat doolhof. En dus ze hoeven dus niet heen en weer in dat doolhof te lopen. Dat maakt me gewoon heel erg trots dat ik dat voor een ander kan doen. Ja, heel knap. Ja. Dus dan is het, Lex vertelt nu over toch wel pittige, heftige situaties. Hè. Is het ook voor mensen zoals ik bijvoorbeeld, die af en toe een keer zich oncomfortabel voelen, die af en toe een keer met de mond vol tanden staan? Ja, zeker. En iedereen kan zich natuurlijk aansluiten. En het is precies wat jij zegt. Het hoeft echt niet zo diep te gaan zoals Lex dat nu vertelt. En het mooie is dat je juist gevoelens die je hebt in bepaalde situaties, dat even jezelf kwijt zijn of die twijfel of die onzekerheid die bovenkomt. En met sommige momenten is dat
bij sommige mensen is dat een moment, bij andere mensen is dat een langere periode. Nou, dat je dan voor jezelf er kan zijn. Dus in deze training leren we echt mensen, hoe kun je nou jezelf ondersteunen? In plaats van je afhankelijk maken van het gedrag van een ander. We zeggen ook in trainingen, nou, als iedereen nu even doet wat ik wil, dan voel ik me goed. Ja, het zou een stuk makkelijker dat zou maken. Een stuk makkelijker zijn. Alleen helaas werkt het niet zo. En leren we mensen ook in trainingen om dat heel goed te herkennen. En om te kijken, oké, dat gedrag van een ander, wat doet dat nou met mij? En waarom trigger ik daar zo op? En wat is nou eigenlijk die lading dan? Dus wat verwacht je van jezelf nu daarin? En als je daar heel bewust van bent, dan weet je ook, oké, hoe kan ik er dan voor mezelf zijn? En wat heb ik nu nodig? Is dat een bemoedigend woordje? Of is dat mijn verhaal kwijt? Of is dat juist nabijheid van jezelf? Zodat je dus ook niet meer zo afhankelijk bent wat anderen doen of zeggen. Of vinden, precies. En daarmee zorgt er dus voor dat je jezelf een basis, een fundering hebt van weerbaar gedrag. En dat je het ook veel makkelijker bij de ander kan laten. En niet weer die twijfelgevoelens hebt bij jezelf. Is het een mooi vak? Het is een prachtig vak, ja. Ja, het is echt. Ik merk echt aan mezelf, als we dit soort trainingen, als we die geven, dan zitten we zelf ook volledig in een flow. Juist omdat we ook zien dat we mensen stappen maken en dat we nog mailtjes daarna krijgen van wow, zoveel eye-openers. En ik kan er echt iets mee in de praktijk. En jullie staan met beide benen op de grond. Dan merk ik ook aan mezelf van hey, dit is waarom ik het uiteindelijk doe. Ja. En Lex, is dat mooi om mensen te zien groeien? Ja, daar doe ik het voor. Het klinkt misschien heel erg vaag voor een ander. Maar voor mij is het gewoon echt een missie geworden. Ik heb 4 keer op de intensive care gelegen. Maar ik ben er nog steeds. Ik weet nu ook waarom. Ik heb nog wat te doen. En dat is dus alle dingen die ik in het verleden heb meegemaakt. Dat is voor mij een innerlijke rijkdom. En dat deel ik graag uit aan anderen. Voor mij is het eigenlijk een missie om mijn dankbaarheid terug te geven aan de maatschappij door een andere wat inzicht te geven, wat licht en wat verlichting te geven in het zijn gewoon. En dat kan gewoon heel klein zijn. Dat, hè, net zoals Susanne net al zei, in de training, er komt er iemand die een wat dikkere muur heeft om zichzelf te beschermen natuurlijk. En dan uiteindelijk gaat die persoon totaal als een andere mens weg en ik kan ook de woorden uitspreken, je hebt echt mijn leven veranderd. Dat is, ja, daar doen we het voor. Ja, elk stukje licht is er één, toch? Ja. Maar maken jullie je wel eens zorgen, omdat het is natuurlijk heel actueel nu, hè? De maatschappij verhardt. Je moet ad rem zijn, je moet niet agressief zijn, maar je moet wel voor jezelf kunnen opkomen. Maak je daar wel eens zorgen om in deze wereld? Zorgen heb ik er niet om, maar ik zie inderdaad wel de beweging steeds meer daarnaartoe. En daarom is het ook zo belangrijk dat je ervoor zorgt dat je ook zelf die tools in huis hebt. Want anders krijg je ook een overassertieve samenleving. En ik denk dat we daar ook niet naartoe moeten gaan. Maar juist als je heel goed op jezelf kan reflecteren en dus ziet van hey, wacht eventjes, dit is wat ik doe en hier heb ik invloed op, kun je ook veel meer positiviteit aan anderen brengen. En juist dat is denk ik een hele mooie beweging in de maatschappij. Als we daar mensen in kunnen ondersteunen en als je dat dus zelf ziet. Ja. Jullie geven ook andere cursussen, hè? Bijvoorbeeld omgaan met agressie. Wat is het verschil tussen beide cursussen, mentale weerbaarheid en omgaan met agressie? Ja, mentale weerbaarheid gaat echt over het eigen ik. Dus de zaken die we net besproken hebben, hè, van herken je je eigen gedrag, herken je dat ook van jezelf, mag dat überhaupt en welke acties koppel je dan daar dus aan? Deze training zorgt er echt voor dat je dus je eigen emoties niet zozeer meer projecteert op de situatie of op anderen. En een agressietraining gaat echt over het omgaan met de situatie.
Dus dat gaat wat minder over het eigen ik. Maar hoe deescaleer ik nou situaties? Waar ergens ga ik zitten bijvoorbeeld? Deescalerende gesprekstechnieken. Hoe stel ik grenzen? Dus dan ben je veel meer bezig met de ander daarin. Ja. Lex, is dat, jij geeft ook beide cursussen, ja, hè? Wat kun jij ook eens een groot verschil noemen tussen beide cursussen? Nou ja, eigenlijk heeft Suzanne het eigenlijk al heel goed uitgelegd. Grensoverschrijdend gedrag en agressief gedrag gaat eigenlijk meer over twee personen die in een situatie zitten. Terwijl mentale weerbaarheid, dat kan je gewoon op onbewoond eiland doen. De training gaat ook echt over het ik, de mentale weerbaarheid training. En dat heeft alles te maken, niet met een situatie die op dat moment plaatsvindt, net zoals met een agressie, hè, wat Suzanne net al zei. Dan hebben we allemaal technieken, gesprekstechnieken, allemaal andere soort technieken die je dan toepast in dat moment. Mentale weerbaarheid gaat over iets wat je misschien al heel lang mee loopt. Dat je misschien vroeger heel veel gepest bent of geslagen bent of een andere traumatische ervaring hebt waar je nog steeds mee loopt. En eigenlijk is dat een soort gedrag geworden, een soort taal die je dan spreekt en die neem je dus overal mee. En het maakt dus niet uit in welke situatie je komt. Het gaat erom dat jij voor jezelf kan zien en herkennen welke taal jij daarin spreekt. Ik noem maar een voorbeeld als iemand altijd de mond is gesnoerd in de jeugd, in de eigen omgeving of andere omgeving, dan kan ik me heel goed voorstellen dat iemand zich wil laten zien en wil zich laten horen. En dat kan gepaard gaan met een bepaald gedrag. En wat voor gedrag dat ook is, dat maakt dan niet uit. En dat heeft ook weer effect op de wereld. Want als ik mijn gedrag toon, diezelfde gedrag, dan heeft dat natuurlijk een weerslag. En dat betekent dus dat ik dan een situatie heb gecreëerd waar ik me totaal niet van bewust ben dat ik die gecreëerd heb. Ja. En Suzanne zei dat net al van, dan laat het ook weer afhangen van de anderen. Want als jij mij nou misschien niet leuk vindt, dan kan ik er alles van vinden. Ja. Maar snap ik ook waarom. Ja, ja, snap je? En dan komt dat stukje weer uit het verleden, niet gezien worden, niet gehoord worden. Dus dat al die zaken, die hebben dus niks te maken met de situatie die er nu speelt of morgen zou kunnen komen, maar met wat er al zit. En daar kunnen we dus mee aan de slag. Daar hebben we geen andere voor nodig om een situatie. Het verleden is niks anders dan een tool om ons te leren hoe we er in de toekomst mee om kunnen gaan. Ja, wij zien ook dat veel organisaties, eigenlijk zit ook een arbo-verplichting op agressietrainingen. Hè? Je hebt als organisatie heb je een veilig werkklimaat te bieden aan je medewerkers. Dus heel veel agressietrainingen worden zo ingekocht bij ons. Als we het nou hebben over gemeente, over het bedrijfsleven, overheid, politie. We hebben heel veel klanten uit heel veel verschillende branches. Lex en ik zijn wel van mening, ik mag ook wel voor jou praten hierin, denk ik, dat mentale weerbaarheid eigenlijk de basis is. Ja. Ja. Dus we zijn heel erg bezig met de ander te deescaleren. Ja. Alleen weet jij wat jij nu zelf aan de tafel brengt? Ja. Weet jij, ben jij bewust van dat jij misschien wel agressie op kan roepen? Of dat jij in volledig in een oordeel kan zitten. Of de manier waarop jij je een grens stelt. Dat het heel mooi is binnen trainingen dat je een aantal woorden krijgt uitgereikt. Ja. Maar wat is je intonatie daar nu bij? En wat is je lichaamstaal daarbij? En als je daar heel eerlijk naar jezelf kan kijken. En daarin weerbaar bent. Dus het ook als er agressie aan de andere kant van de tafel is. Hey, dan kan ik dat ook daar laten. En kan ik echt oprecht rustig blijven, omdat het me niet dusdanig raakt. Ja. Dan kun je heel goed deescaleren. En dus eigenlijk vinden wij dat mentale weerbaarheid de basis is. En vervolgens is het belangrijk dat je kijkt naar de situatie. Dus wat doen anderen nu in die situatie, waardoor jij triggert of jij omhoog vliegt. Want we hebben het nu over onzekerheid. Maar je kan natuurlijk zelf ook agressief gedrag laten zien. Ja, of dat je het niet weet. Ja. Precies. Met je lichaamstaal. Ja, precies. Dat je volledig bevriest. Ja. Ja, klopt. En onzekerheid, je noemde het woord net al. Iedereen voelt zich wel eens onzeker, hè, in een bepaalde situatie. Ik denk dat we het allemaal wel eens hebben. Is dat
Ja, kun je daarmee geholpen worden met deze cursus? Ja, zeker. Ja. En natuurlijk, heel veel mensen hebben hun onzekere momenten van twijfel. En dat je denkt van, klopt dit wel of klopt dit niet? En juist daarvoor bieden we ook tools aan. Van, hoe zorg je nou dat die twijfelgevoelens, dat je die heel helder hebt? Ja. Waar komen die nu vandaan? En als je die twijfelt, wat helemaal oké is om een keer te twijfelen of je onzeker te voelen. Dat is helemaal oké. Alleen hoe zorg je er nou dat je weer voor jezelf er bent, zodat je ook op een transparante en authentieke manier kan reageren naar de situatie. Ja. Met juist die onzekerheden. Ja. Want die kracht van kwetsbaarheid is ook ontzettend belangrijk, dat je die ook omarmt en dat, dat het ook oké is en dat die er mag zijn. Ja. Ja. Maar het vereist wel een bepaalde kwetsbaarheid als je meedoet. Ja, en dat heeft alles te maken met eerst het leren herkennen natuurlijk. Hè. En daarna komt de erkenning van dat het oké is. Want hoe fijn zou het zijn, hè? Veel mensen als die onzeker zijn of twijfels hebben, die vormen dat in lichaamstaal en er komt gedrag uit. Dus dan probeer je iets te verbloemen of de borstkas opzetten. Maar hoe fijn is het om iemand aan te kijken en te zeggen, hey, luister, we gaan dit nou doen, maar ik ben wel heel erg onzeker. Dus hou je me even in de gaten. Ja. Of gewoon durven te erkennen en dat het oké is van jezelf. En dat je dus, wat Suzanne net al zei, transparant in het leven kan zijn. Door te zeggen, jongens, ik vind het doodeng. Weet je? Ik bedoel, ik weet dat ik het moet gaan doen, want dat hoort bij mijn opdracht. Of dat hoort bij mijn examen, of wat dan ook. Hè. Maar dat het oké is van jezelf, dat het mag. En dat je eigenlijk tegen de wereld zegt, door het uit te spreken van, let je een beetje op me. Ja. Snap je? Dus ja. Gewoon, want dat doen we als kind toch ook al. Alleen als, dan krijgen we een bepaalde biologische leeftijd en dan mag het in één keer niet meer. Mm. Dan moeten we in één keer verstandig zijn, dan moeten we in één keer slim zijn. Maar zo werkt dat natuurlijk niet, hè? Want dat maakt niet uit wat voor leeftijd je hebt. Als je onzeker bent, ben je onzeker. Als je twijfels hebt, heb je twijfels. En als het licht uitgaat en je slaat de dekens over je heen en je ligt op je matrasje, nou, dan komt een meneer of mevrouw faalangst op je schouder met je kletsen. Dat hebben we allemaal. En hoe fijn is dat je dat gewoon niet meer hebt. Ja, en dat het oké is dat je zegt, hey, ik voel me niet zo fijn. Ja. Ja. En we zien ook dat, je kunt je natuurlijk individueel inschrijven voor deze trainingen. Ik geef deze trainingen ook voor teams. En het leuke is, als we deze voor teams geven en juist die kwetsbaarheid boven mag komen. En dat is eng, want het is wel natuurlijk in een werkomgeving. Het gaat over jou en er staan collega's bij. Ja, precies. Ja. Dus dat kan ik me echt wel voorstellen dat dat een uitdaging is. Ja. Maar juist door bepaalde zaken uit te spreken, zorgt er ook voor dat we elkaar veel beter begrijpen en weten ook waar het vandaan komt. En durf ik ook tegen mijn collega te zeggen van, daar komt bijvoorbeeld die cliënt aan en ik merk elke keer, ik heb er geen zin meer in, weet je. Ik ben helemaal klaar met die, met dat gedrag eigenlijk. Ja. Dus ik doe de deur niet meer open, bijvoorbeeld. Ja, eigenlijk is dat conflictvermijdend gedrag. En hoe zorg ik er nou dat ik dat herken van mezelf en dat ik daar open voor ben van, mijn collega tegen een collega zegt, ik voel me hier, ik loop weer op. Zou jij met mij nu dit en dit willen doen? Of, Lex, wat heb je nodig op dit moment, zodat ik je kan ondersteunen? Zodat er ook veel meer sociale veiligheid ontstaat op de werkvloer. Dus de cultuur op de werkvloer wordt daardoor ook beter, doordat je allemaal open bent. Ja, en precies. Kwetsbaar. En durft kwetsbaar te zijn, want daar zit juist die verbinding in. En natuurlijk heb je gedrag van anderen, zoals ik net ook al zei, bijvoorbeeld het narcistische gedrag, waar mensen heel veel in hun hoofd zitten en heel rationeel zijn, heb je daar ook voldoende tools voor. Want juist bij dat soort gedrag is het kwetsbaar opstellen, daar wordt gebruik van gemaakt, of zou gebruik van gemaakt kunnen worden. En hoe doe je dat dan om nog steeds bij jezelf te blijven? Ja. Dus welke tools, hoe reageer je dan naar die ander toe? En het is wel belangrijk dat je dan eerst jezelf helemaal recht hebt. Voordat je vanuit een eigen impuls of een eigen trigger gaat reageren. Precies. Ja. En waarbij een klant zou kunnen zeggen, onprofessioneel of niet cliëntgericht. En daar weer allerlei meningen, zodat er zo ontzettend veel ruis ontstaat. En het gewoon voor
voor de cliënt niet prettig is, voor de collega's niet prettig is en voor de andere persoon ook niet prettig is. Ja. Dus het is wel heel praktijkgericht, deze cursus. Ja, je krijgt echt praktische tools mee. Zeggen al, eigenlijk op de dag zelf ga je er al direct mee oefenen. Ja. Ja. En kun je eens een voorbeeld noemen van een oefening bijvoorbeeld? Een van de oefeningen is bijvoorbeeld een visualisatie die we dan doen. Dat we dus, in het begin proberen we natuurlijk met het herkennen van wat gebeurt er eigenlijk met je. En we doen dan een soort visualisatie waarin ik dingen vertel en vraag. Zodat mensen kunnen herkennen wat het met hun doet. En ook voelen van waar. Hè. De ene die voelt het op zijn borst, de andere voelt het in zijn buik. Als er stress bij komt kijken. Dus dat zijn een van de oefeningen die we dan doen. En ik zou zeggen, als je nieuwsgierig bent, kom gewoon lekker zelf. Ja. Ja. Dus Suzanne, wie kunnen zich inschrijven voor deze cursus? Eigenlijk iedereen. Want iedereen, wat jij net zelf ook al zei, van iedereen heeft wel eens een onzekere momenten. Ja. We hebben 3 open inschrijvingen dit jaar. De eerste is op 9 februari. En we hebben een prachtige locatie hebben afgehuurd. Dus daar kan gewoon iedereen zich inschrijven. En mocht je voor je team dit willen, nou, kan natuurlijk ook. En dan stuur even een mail naar info@opeigenkracht.nl. En dan reageren wij en kijken wij of we een mooie offerte kunnen maken. En hoe schrijf je jezelf in? Voor de open inschrijvingen kan je ook een mailtje sturen naar info@opeigenkracht.nl. Je kunt ook naar onze website opeigenkracht.nl/weerbaarheid, een mentale weerbaarheid. En daar kun je wat meer informatie nog vinden, welke onderwerpen allemaal terugkomen. En daar staan ook de contactgegevens bij. Okay. Ja. Duidelijk, jongens. Ik dank jullie heel hartelijk voor dit gesprek. Ja, ik ben een stuk wijzer geworden over mentale weerbaarheid. En ik wens jullie ontzettend veel succes. En de mensen die straks gaan meedoen natuurlijk. Ja, dankjewel. Dankjewel.